Ik ben Manon, oppas bij Nanny Nina en de afgelopen jaren ook 2 keer au pair geweest. 1 keer in Madrid en 1 keer in Londen. Nou, sinds die tijd krijg ik heel vaak de vraag, hoe is dat nou eigenlijk? Hoe is het om au pair te zijn? Wat doe je de hele dag? Hoe is het om zo lang bij een vreemd gezin in huis te wonen? Nou, hoe is dat allemaal? Mijn antwoord op die vraag is eigenlijk een beetje dubbel, want mijn au pair avontuur in Londen was allesbehalve leuk. Maar mijn au pair avontuur in Madrid daarentegen was ontzettend gaaf. Dus zou ik het au pair avontuur dan wel aanraden met eigenlijk zo'n nare ervaring ook in mijn achterhoofd? Nou, het antwoord op die vraag is toch ja. Ja met hele grote hoofdletters. Want ook al kan het fout gaan, ook al krijg je heimwee of ruzie met je au pair familie, of ook al zijn de taken veel zwaarder dan verwacht of afgesproken misschien. Ook in dat soort nare situaties is er eigenlijk altijd wel een oplossing te bedenken. Een vliegticket naar huis is desnoods snel geboekt natuurlijk. En bovendien, uiteindelijk zijn het de leuke herinneringen die je aan zo'n avontuur onthoudt. Je leert echt zoveel nieuwe mensen kennen. Je leert een hele nieuwe omgeving kennen, een nieuwe taal spreken. Je maakt zoveel leuke dingen mee. En als je een beetje geluk hebt, krijg je er ook een hele leuke, lieve, nieuwe familie bij. Dus, zit je eraan te denken om au pair te worden, dan zou ik zeggen, lees je goed in en laat je heel goed informeren. Maar trek dan gewoon de stoute schoenen aan en ga er gewoon voor. Want het wordt hoe dan ook een heel erg leuk avontuur. Nou, wil je meer weten? Lees dan mijn blog voor meer informatie. Of neem contact op met Nanny Nina, want zij helpt je met alle liefde op weg. Veel succes!